welke wijze kan groei in een vennootschap worden bewerkstelligd? Dit gebeurt door de omzet te vergroten, maar ook door overnames van andere bedrijven en afstoten van delen van het bedrijf zelf. Omzet vergroten, overnames van andere bedrijven, afstoten van delen van het bedrijf zelf. Leg in uw eigen woorden het principe van de fiscale eenheid uit. Zoals hiervoor al is opgemerkt, kunnen de aandelen van de ene vennootschap worden overgenomen door een andere vennootschap. De andere vennootschap wordt dan ook wel de dochtervennootschap van de eerste vennootschap moedermaatschappij genoemd. In tegenstelling tot de bedrijfsfusie blijft de onderneming van de overgenomen vennootschap in de juridische huls van de dochtervennootschap. Zowel fiscaal als juridisch verandert er niets. De moedermaatschappij heeft echter gezien het bezit van alle aandelen, de volle zeggenschap in de dochtermaatschappij. Terwijl in economische termen sprake is van een groep, kunnen de resultaten van de beide vennootschappen niet worden opgeteld voor de heffing van de vennootschapsbelasting. Dit vormt alleen een probleem wanneer de ene maatschappij een winst realiseert terwijl de andere een verlies maakt. Er moet dan toch belasting worden betaald door de groep over de volle winst, terwijl het verlies eventueel pas in de toekomst te verrekenen is. Aan welke voorwaarden moet bij een fiscale eenheid worden voldaan? 1. De moedermaatschappij moet een in Nederland gevestigde NVBV-coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij zijn. 2. De dochtermaatschappij moet een in Nederland gevestigde NV of BV zijn. In een apart artikel zijn de voorwaarden opgenomen indien het lichaam waarin wordt deelgenomen een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij is. 3. De moedermaatschappij bezit alle 95% aandelen in de dochtermaatschappij. Dit betekent zowel de economische als de juridische eigendom. De boekjaren 4 van de beide lichamen moeten gelijk lopen. 5. De stelsels van winstbepaling van beide lichamen moeten dezelfde zijn. Indien de moedermaatschappij een coöperatie is, vervalt de mogelijkheid van de aftrekbaarheid van de verlengstukwinst. Hier wordt verder niet op ingegaan. 6. Wanneer nog meer een fiscale eenheid? Er moet een verzoek door zowel de moedermaatschappij als de dochtermaatschappij worden gedaan. En 7. Zodra niet meer is voldaan aan één van de hiervoor bedoelde voorwaarden, gaat de fiscale eenheid met ingang van het boekjaar, waarin niet meer is voldaan aan die voorwaarden, het splitsingstijdstip teniet. De lichamen worden dan weer zelfstandig belastingplichtig, hetgeen dan alleen effect sorteert voor de dochtermaatschappijen, die in feite fiscaal slapende waren.
artikel 15 lid 6. Welke lichamen kunnen gebruik maken van de regeling in artikel 15 van de wet op de vennootschapsbelasting? Het antwoord moest hier staan: de dochtermaatschappij moet een in Nederland gevestigde NVBV zijn. In een apart artikel zijn de voorwaarden opgenomen indien het lichaam waarin wordt deelgenomen een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij is. Noem de gevolgen verbonden aan de fiscale eenheid. A. Er is slechts één belastingplichtige, de moedermaatschappij. Er wordt dus ook slechts één aangiftebiljet uitgereikt. De fiscale eenheid gaat altijd met ingang van een bepaald boekjaar in. Dit tijdstip noemen we het verenigingstijdstip. B. De moedermaatschappij maakt een geconsolideerde balans en geeft het gecombineerde belastbare bedrag aan. Dit betekent dat de verliezen van één of meer van de maatschappijen eerst worden verrekend met de winsten van de andere maatschappijen. We noemen dit de horizontale verliesverrekening. Dit is wellicht het belangrijkste voordeel van de fiscale eenheid. C. Alle transacties tussen de maatschappijen die in de fiscale eenheid gevoegd zijn, kunnen zonder winstrealisatie voor de belastingheffing plaatsvinden. De winst wordt pas belast indien een transactie met een niet in de fiscale eenheid gevoegde maatschappij zal plaatsvinden. Zes. Hoe verloopt de verliesverrekening binnen een fiscale eenheid? Voorbeeld. Moedermaatschappij A, BV, heeft een winst van 25.000 euro. De dochtermaatschappij B, BV, heeft een verlies, groot 5.000 euro. De fiscale eenheid behoeft slechts vennootschapsbelasting te betalen over 20.000 euro. Hoe worden intercompany transacties verwerkt? Indien de moedermaatschappij producten heeft verkocht aan de dochtermaatschappij die een kostprijs hadden van 3.000 euro en de verkoopprijs aan de dochtermaatschappij bedroeg 3500 euro, moet de winst van 500 euro uit de winst van de fiscale eenheid worden geëlimineerd. De fiscale winst is dan 19.500 euro. Acht. Kunnen de verliezen van de periode voor de fiscale eenheid verrekend worden met winsten van de fiscale eenheid? De verliesverrekening met winsten van voor het verenigingstijdstip, dus verliezen gelegen voor de ingang van de fiscale eenheid, is mogelijk. Dat geldt ook voor de verrekening van verliezen die gelden na het splitsingstijdstip. Hiervoor heeft de minister zeer ingewikkelde berekeningsmethodieken ontworpen. De hoofdlijn is dat de BV, waarin de verliezen zijn ontstaan, recht heeft op verliescompensatie. Op deze
verrekeningsmogelijkheden gaan we hier niet verder in. Voorbeeld: moeder BV X heeft een winst van 300.000 euro. Dochter BV Y heeft een verlies van 210.000 euro. De fiscale eenheid heeft een winst dus van 90.000 euro. In jaar 2 is de winst 600.000 euro bij X en 620.000 verlies bij Y. Het verlies is nu 20.000 euro van de fiscale eenheid. Zonder fiscale eenheid zou de moeder belasting moeten betalen over respectievelijk 300.000 euro en 600.000 euro. De dochter had dan eventueel carry back kunnen toepassen. Bij carry forward moet met de verliescompensatie worden gewacht op de jaren waarin winst wordt gemaakt. Nu vindt er binnen de fiscale eenheid een saldering plaats van 90.000 min 20.000 is 70.000 euro. Hoe is de regeling in de vennootschapsbelasting met betrekking tot de giften? Vanaf 2012 is de drempel van 227 euro vervallen. Het totale bedrag dat per jaar als aftrekbare gift kan worden aangemerkt bedraagt maximaal 50% van de winst. Het totaal aan aftrekbare giften per jaar mag niet meer bedragen dan 100.000 euro. Om cultureel ondernemerschap te stimuleren is de aftrek van giften aan algemeen nut beogende instellingen, ANBI's, die officieel als culturele instellingen zijn aangemerkt, nog verder gestimuleerd. Giften aan deze algemene nut beogende instellingen mogen tot een gezamenlijk bedrag van maximaal 2500 met 1,5 worden vermenigvuldigd. Wat is de regeling voor te verrekenen verliezen? Voor de verliesverrekening zijn niet dezelfde bepalingen als in de inkomstenbelasting van toepassing. De verliezen zijn derhalve door middel van carryback 1 jaar, artikel 20 lid 1, terug te wentelen en daarna 9 jaar, artikel 20 lid 2, verrekenbaar door middel van carry forward.